Zoveel TNT'ers bij elkaar. Je wordt er bijna eng van. Wat kleurt het hier? Oranje-zwart. Als dat geen indruk maakt op TNT daarboven en op de politiek, dan weet ik het niet meer. Laat je horen! Ja. En als we dan toch bezig zijn, jullie collega's, kaderleden, hebben dit in minder dan 2 weken voor elkaar gekregen. Dus ik zou zeggen, zet die even in het zonnetje. ...160 bussen... waren niet voldoende, begreep ik. Want we hebben niet iedereen meegekregen. Er staken nog veel meer mensen dan die er hier vandaag zijn. Een enorme actiebereidheid. We hadden ook niet anders van jullie verwacht. Maar toch, je moet het eerst maar even doen. Dus ook applaus voor jezelf. Maar helaas, het is vandaag, ondanks dat het er heel feestelijk uitziet, geen feestje. Er tekent zich hier een sociaal drama af. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Een ongekend massa-ontslag en een dreiging van heel veel oudere werknemers in de WW. Maar laten we vandaag nog maar eens heel duidelijk zijn. Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren. Dat laten we niet zomaar gebeuren. Wij hebben op 6 september met elkaar in Nieuwegein een eisenpakket samengesteld om het aantal mensen dat overcompleet verklaard gaat worden en het aantal mensen dat in de WW terecht komt, om dat zo klein mogelijk te houden. Dat eisenpakket, dat ligt daarboven en de reactie daarop was in eerste instantie eigenlijk best positief. Constructieve voorstellen. Goede basis om het aantal ontslagen omlaag te krijgen. Maar het resultaat is volstrekt onvoldoende. Dat kan beter en dat moet ook beter. Wij willen dat er geleidelijker gereorganiseerd wordt. En dat het bedrijf, wat gelukkig ook nog een groot bedrijf is, dat alle plekken die er zijn, alle gaatjes die er te bedenken zijn, dat die worden benut om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden. En wij denken dat dat kan en dus gaan we daar met elkaar ook voor. En laat ook nog een keer duidelijk zijn, de media hebben het over de postbode, maar het gaat niet alleen over postbode. Zijn er hier sorteermedewerkers? Zijn er hier postbode plussen? Maar doe desnoods alsof, maakt niet uit. Zijn er hier vimmers? Zijn er hier collectiemedewerkers? Zijn er hier teamcoaches? Zijn er hier mensen van de hoofddirectie van TNT Post? Nee. Wij gaan voor iedereen, wij voeren ook actie voor iedereen. TNT heeft als resultaat van het overleg het aantal gedwongen ontslagen omlaag gebracht. En zegt dat men niet verder kan gaan dan het laatste bod wat er nu ligt, wat neerkomt op 3100 mensen. Ik wou zeggen, dat is nog bijna de helft van het aantal mensen wat hier staat. Maar gelukkig kan ik wat dat betreft zeggen, het is bijna een derde van wat hier staat. Maar dat neemt niet weg, dat is nog altijd ongekend en nog altijd niet acceptabel. En laat helder zijn. Sommige mensen die zijn bang dat wij dit bedrijf failliet gaan staken. Er zijn ook mensen bij die zeggen, als ik naar de kloten ga, laten we het bedrijf dan ook maar naar de kloten staken. Oh jee, wat zeg ik nou? Wat zeg ik nou? Maar laat één ding heel helder zijn. Wij zijn niet gek. Wij gaan dit bedrijf niet willens en wetens over de afgrond duwen, want daar hebben jullie ook allemaal last van.
Maar laat ook een ander ding duidelijk zijn. Wij zijn hier niet vandaag voor de lol. Wij zijn hier niet voor de bühne. Wij zijn er niet voor een dagje stoom afblazen. Wij denken dat er meer mogelijkheden zijn om mensen aan het werk te houden en te voorkomen dat ze in de WW komen. Actie voeren zal lonen. Actie voeren moet lonen. En dat is duidelijk voor ons als onderhandelaars. Dat is duidelijk voor jullie als actievoerders. En laat dat ook heel duidelijk zijn daar in die Groene Toren. En er zijn er nog een paar die vandaag goed moeten luisteren. Want dit geldt natuurlijk ook allemaal voor de politiek. Jullie voormalige werkgever, want jullie zijn natuurlijk voormalig ambtenaren, die laat jullie tot op dit moment volstrekt in de kou staan. Het is een onvoorstelbare puinhoop op de postmarkt. Die markt die wordt binnen no time helemaal naar de kloten geholpen. En de politiek kijkt toe en laat het allemaal gebeuren. De politiek ziet dat hier massa-ontslag aankomt en laat het allemaal gebeuren. Maar laten wij ze daarmee wegkomen? Nee. Dus, dames en heren politici, jullie komen ook nog aan de beurt. Tot slot. Wij gaan voor het best haalbare resultaat met elkaar. Met harde en controleerbare afspraken. Dat wordt moeilijk. Want het bedrijf geeft op dit moment geen krimp. En dus denken we dat dat niet blijft bij vandaag. Dus als het moet, dan gaan we door. Gaan jullie ook door? We houden elkaar bij de hand en samen gaan we ervoor. Actie! Peter Wiegman, actie, 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 ik hoor niks.